Bedankt jongens. Doei doei. Doei. Dankjewel. Yo. Nou. Met enige vertraging, maar het spul hangt. En dan ben ik benieuwd of de collega nog gaat. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Expect to reach your control zone in approximately 15 minutes north of Boxtel. Request entering. Papa Kilo, that is copied. QNH Eindhoven is 1020. And are you transponder equipped? 1020, the QNH and negative, sir. Your reporter, Boxtel then. Wilco, Papa Hotel, Papa Sierra Papa Kilo. Wij hebben redelijk veel bossen hier. En wat is de reden dat u overdag niet vangt? Thermiek. Last van thermiek. Opstijgende warme luchtbellen. Dat is levensgevaarlijk. Daar kun je mee omhoog genomen worden naar 5 kilometer hoogte. Okay. Komt dat thermiek veroorzaakt ook heel veel turbulentie. Dus het gaat op en neer en je wordt alle kanten op geslingerd. Nee. En je hebt je ballon niet in de hand. En je kan dat alleen maar veilig doen als je je ballon in de hand hebt natuurlijk. We gaan nog even wat lager. Ja, kijk, zo'n vierkant gat hè, in die maisakker. Het kan zijn dat de zaaimachine daar even gehaperd heeft. Maar het kan ook zijn dat ze het eruit geschept hebben om er wat ander lekker spul in te verbouwen. Wat je van de weg beter niet kunt zien. Ja. Zo hebben we bij Vught een keer zo'n veld gezien. Daar zaten 80 van die gaten in. Ja, 80 gaten van 4x4. Dat is het industrieterrein van Boxtel. Oké. Dit is de spoorlijn Eindhoven-Tilburg. Het gebied dat je daar ziet, dat is de Kampinaanse Heide. Het is allemaal opgekocht van boeren. En dat hebben ze teruggegeven aan de natuur. En aan de andere kant van het bos zijn hele grote gebieden. Echt van kilometers die allemaal terug zijn gegeven aan de natuur. En dat is zo mooi. En zijn hier ook wandelpaden doorheen? Ja. Ja? Oké. Ja. Het is gewoon opgekocht, het Brabantlandschap. Hier is een of andere merkwaardige uitkijktoren. Ja, hieronder. Twee reeën. Wat is dat? Twee reeën. Aan de andere kant. De dekking hier niet zo best is. Ik zie een perfect weiland, vlak voor de bomen daar. Ja, ja. Kijk, Wim staat klaar. Ja, daar zal het zijn, Wim. Volgens mij ben ik al eerder bij deze boer geland. Dan heeft hij daarna ook een ballonvaart met mij gemaakt.
is. Ja. Oké, okay, houden jullie allemaal de handvaten goed vast. Ja. Ga goed door de knieën. Door de knieën. Wil jij eruit gaan? Jij eruit gaan. Even bij het trekken eraan. Want de ballon zal er waarschijnlijk overheen vallen. Oh, sorry. Jij mag eruit. Allemaal er, mag je eruit. Gauw even dat tegen eraan. Als we het met beleid doen, valt het helemaal, helemaal mee. Mooi toch? Kijk. Dat alles is. Hartstikke bedankt. Ik wil even vragen of je er wat maakt. Passagiers, was mag spannend? Ik even? Ja. Hij heeft die al ingehangen, maar dat is goed afgelopen. Deel van de ballonvader. Ja. 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 Dan moeten we daar regen. Mama. Ja. Wat zijn dat? Ja, ik denk champignons. En wel hele groot, hè? Ja. Ga er eens bij zitten, dan zien we niet hoe groot ze zijn. Oh. Wow. Champignons bij de stuk. Dan moeten we wat gewicht hebben. Even wat gewicht erop. Veel wind. Dat is goed. Wacht, wacht, wacht. Oh. 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 Jullie hebben vanavond een ballonvaart gemaakt die is begonnen in 60 Hombosch. En hij is geëindigd in Spoordonk. En dankzij die ballonvaart mogen de dames zich voortaan noemen baronessen van 's-Hertogenbosch tot Oorschot. En de heren baron van 's-Hertogenbosch tot, tot Spoordonk, sorry. Tot Spoordonk. Oeh, dit is vroeg in de kerk. Goed, ik ga dat officieel maken. Ik begin bij jou, ik doop hierbij tot baronesse van 's-Hertogenbosch tot Spoordonk. En de heren doop ik tot baron van 's-Hertogenbosch tot Spoordonk. Even kijken, ja, daar komt wat uit. Pieter, ja? Die is voor jou ook dank voor de gastvrijheid, net als de vorige. Ja. En als wij 3 keer bij dezelfde landeigenaar landen, dan mag hij gratis met ons mee. Dus Pieter probeert flessen te sparen, neem ik. Maar jongens, proost allemaal. Proost. Santé.